Breda Nu. Je weet het meteen. Michael, we staan hier bij een plaat Ed van Breda. Een tekening, ja. Met een overzicht van, een panoramisch overzicht van de stad Breda. Dus de chassé, dus de Antoniuskerk, de kathedraal. En hier helemaal, daar zitten wij. Ginneke. Hoe heb je dat perspectief eens gedaan? Want waar zit hier ongeveer bij de kerk? Drie weken op de grote kerk gestaan. Op de tweede trans en een tekening gemaakt elke dag van 9 tot 3. In de kou of in de warmte? Nou, het was stervenskoud, want ik moest opschieten, zei Willem van der Vis. Want de kerk werd gerestaureerd en de toren ook. Dus dan, anders was alles ingepakt geworden. Dus ik heb toen daar dus elke dag getekend. Soms regende het, dan ging ik een beetje terug. Ja. Maar met een potloodje in een schetsboek en dan werkte ik dat dan uit met pen en inkt op het atelier. En dat is dit een voorbeeld van. Maar nou zie ik dus ontzettende dunne lijntjes, kleine lijntjes. Dat kun je toch bijna niet corrigeren? Het moet toch in één keer goed zijn? Ja, het moet wel goed zijn. En ik teken het niet helemaal met potlood of zo. Soms met potlood en pen tegelijkertijd. Maar hele kleine momenten of afwijkingen, daar gaat het niet om. Het gaat eigenlijk over die grote lijn van dit is de stad Breda. Was het in opdracht van iets of heb je het zelf gedaan? Nee, het is een particulier initiatief. Ik wilde eigenlijk, en dat heb ik gedaan, 70 tekeningen gemaakt. Die gaan over de stad, maar vooral over de grote kerk. Die overal op 70 momenten zichtbaar is. En dat is dan een hele grote tekening geworden van 3,5 meter met een pennetje en inkt. En dan vervolgens is dat aan elkaar gelegd en is het een panoramisch overzicht. In die band, daar zitten verzen, haiku's van Leo Boekraat, mijn grote vriend die helaas overleden is. En in die band zitten 10 droge naalden. Tekeningen eigenlijk die gekrast zijn in koper en dan vervolgens afgedrukt. Waarom noemen ze dat droge naald? Omdat er geen zuur of vloeistof bij komt. Dat is bij een ets. Maar bij een droge naald kras je dus eigenlijk direct in het metaal. Wacht, en dan heb je dus die krassen erin zitten. Ja. En vervolgens gaat er inkt in een rolje zo? Of hoe gaat dat? Nee, die inkt, dat is diepdruk. En dat zal ik dadelijk eventjes laten zien hoe dat dan precies gaat. Dat is een techniek waarbij de diepste delen drukken. Dus het is een diepdruktechniek. In tegenstelling tot andere technieken als mezzotint, zwarte kunst. Zwarte kunst krijgen we straks ook te zien, hè? Ja, dat krijgen we dadelijk te zien. Dat wordt dit, dadelijk. Dat wordt een verhaal apart. Maar ik wil even... Wacht even, één vraag nog. Dit ziet er wat grover uit dan dit. Ja, inderdaad. Als je in het metaal krast... Als je in het metaal krast, dan kan je dus in feite... krijg je een groef en je krijgt een voor... En een braam. En de braam is dus eigenlijk een opstand randje, wat een beweging eigenlijk in de plaat te zien geeft. En die braam, die is heel duidelijk zichtbaar door het fluwelige van de lijnvoering. In tegenstelling tot die strakheid is hier eigenlijk meer sprake van een soort schilderachtigheid. Dat is altijd, dat is een kenmerk van... Dat hoort bij de droge naald. En die braam die slijt uit tijdens de drukken op de pers. En het gevolg is dan dat er maar weinig drukken echt van gemaakt kunnen worden. 15 of 20 en dan is het gedaan. Dan is de braam onder de druk van de pers helemaal afgesleten. Ik ging nu iets vertellen over etsen in het kort en daarna laat je wat zien, Michael. Ja, inderdaad. Etsen, dat is bijten. Dat betekent het. Dat betekent dat er gebeten wordt in metaal, in koper of in zink. Echt? Betekent echt bijten? Etsen? Ja. En vervolgens breng je hier op de achterkant breng je met vernis een laag aan.
zodat het hier niet kan bijten, maar hier wel. En dan ga je dus in dat metaal en in die vernis ga je tekenen met een etspen. En een etspen is eigenlijk een hele fijne naald waarbij je dus de plaatselijk een lijn aanbrengt. En dan leg je dat in het bad van salpeterzuur, 20% verdund. En dan bijt het daarin een groef in. Dat is hier gebeurd nu. En dat is hier eigenlijk ook aan de hand. Dit zijn eigenlijk hele kleine lijntjes die hier dus ook getekend zijn. En dan vervolgens worden uitgebeten. En dan ontstaat er dus een plaatje, of een afdruk zou je kunnen zeggen, waarbij heel duidelijk zichtbaar is wat wel en niet gebeten is. Wat ik nu ga doen is dat plaatje op een bepaald moment dus ininkten. En dat betekent dat daar waar ik nu de inkt doe, komt ze in de groeven die net uitgebeten zijn. En die groeven, die inkt daaruit, die komt dan weer als afbeelding. Die komt dadelijk op de ets als afbeelding. Ja. Maar u ziet natuurlijk wel dat die hele plaat nu eigenlijk op een ruwe wijze wordt bedekt en ingeschilderd. En dan vervolgens, dan ga ik die plaat afslaan. En dat doe ik dan eigenlijk met kaarsdoek. Afslaan moet je even uitleggen. Echt afslaan, dat gaat zo. Zoals Rembrandt deed. Maar dat betekent dus eigenlijk dat het een heel grove manier is. Ja, ja. Dus ik moet het veel fijner doen. Ja. De overbodige inkt gaat dan in feite weg. Inderdaad, dat is het. En dat ga ik dus nu doen. Dat is ook nauwkeurig werk, want anders hou je inktresten over. Ja, ook het afslaan en het drukken zelf is een heel secuur werk. Dus je kunt niet alleen volstaan met zomaar inkt op te brengen. Nee, het moet heel mooi gedaan zijn. En het moet dan vervolgens met de muis van de hand nog even zijn vleugel kwijtraken. En dan is het plaatje ingeinkt. En dat ga ik nu drukken. Dat is klaar om te drukken nu. Ja, en dat gaan we hier doen. Dit is een diepdrukpers. Die lijkt dus op een mangel van bij ons thuis vroeger. Van vroeger alleen de cilinders, die zijn natuurlijk veel dikker. Kijk maar. Ja. En zij kunnen een grote druk overbrengen. Leg het plaatje wat afgeslagen is hier neer. En dan vervolgens ga ik daar even naar het papier toe. Het papier dat heb ik hier vanmorgen al klaargelegd. Ja. Dat is handgeschept, hè? Papier met een mooie schep daarachter. Hè? Ja. En dat moet ik nu eigenlijk vrij van vocht maken. Want de inkt is oliehoudend. Maar zou dus eigenlijk een afstoting krijgen bij het afdrukken. Dus ik maak dus het papier maak ik vochtvrij. En dan gebruik ik oude kranten voor. Die nemen dat wel op. Die nemen heel veel op, hè? Oude kranten. Dus dit is eigenlijk heel flexibel is dat gedaan. Ik moet nog eventjes één keer afdrukken. Zo. Er mag geen vocht op die plaat blijven staan en ook niet op het papier. Ja. Maar is het niet zo dat de buitenkant nu niet vochtig is, maar de binnenkant nog wel? Dat begrijp ik niet. Nou, het papier is natuurlijk een bepaalde dikte. Blijft er nog vocht in zitten? Het moet flexibel zijn en het moet een bepaalde dikte hebben, elasticiteit hebben, zou je kunnen zeggen. En dit is de ruwe kant van het papier en dit is de fijne. Dus ik ga dadelijk hier op drukken. Oké. Michael, we staan hier dus nou bij het plaatje wat jij net hebt afgeslagen. Eerst inkt erin, toen afgeslagen. Ja, en je hebt het geschepte papier. Ja. Hebben we ook net gezien. En wat gaat er nu gebeuren? Nu ga ik dat geschepte papier met de goede kant van het papier
met de fijne kant van het papier gaan we dus eigenlijk hierop leggen. Dan neem ik het papier tussen duim en wijsvinger zo en leg dat dus hier op de etspers, op de slee van de etspers. Daaroverheen vult, zodat er dus een hele heldere afdruk kan ontstaan. Daartoe moet ik hier eigenlijk eventjes steeds de cilinders naar beneden brengen. Dus ik moet die rol eigenlijk naar beneden brengen. Waardoor er daar kracht op de ets komt. Het is zo dat nu het vilt en dan dus het plaatje en dan de slee dus eigenlijk druk gaan krijgen. Dat gaan we doen. Ja. Heel langzaam moet ik gaan, zodat het papier alle mogelijkheid heeft zich te plooien om het plaatje heen. Ik voel het waar die is. Nu is die aan het drukken. En dan... Voel je door de tegendruk. Ja, inderdaad. Ik geef nog eventjes wat meer druk aan die cilinders. Zo. En ga nog een keertje terug. Dus dit is een handdruk, hè? Dit is eigenlijk niet mechanisch, het is een handdruk. Wat is het verschil met een mechanische druk? Ja, een mechanische druk is oppervlakkiger in licht en donker. En hier is dus eigenlijk alle mogelijkheid om met een heel hoogwaardig papier dus een goede druk te maken. Zo. Nu gaan we langzaam weer naar boven. Het vils gaat eraf. Of eromheen. En dan zie je hier de moed. Waar het plaatje ligt. Ja. Dat zich geplooid heeft om het papier heen. En die er nog afkrijgen. Zo. Kijk. Prachtig. Het is een kleurendruk. Ja. Dan doe je de ene over de andere. In twee drukgangen. Ik druk eerst een gele plaat. Die oprukt van geel naar wit. En van geel naar wit. Die druk ik eerst. En dan vervolgens neem ik deze plaat. Die ik heb ingeïnkt met blauw. Die is ingeïnkt met blauw en afgeslagen. Net zoals net bij het kleine plaatje. Leg die erop. Draai hem om. En druk hem nog weer overheen. Dus ik heb hier enerzijds met geel gewerkt. In de eerste drukgang. En dan vervolgens mijn variaties van blauw. Michiel, jij had het over... De vorige keer over zwarte kunst. En daar ben ik natuurlijk helemaal wild van. Want ik wil weten wat zwarte kunst is. Ja, kan jij me dat uitleggen? Prangende titel. Ja, zeker. Ja. Zwarte kunst is een techniek die in de 17e eeuw in de tijd van Rembrandt ontwikkeld is. Door Abraham Bloteling in Utrecht. En die heeft dit instrumentje heeft hij bedacht. Een handvat en een metalen structuur hier. Die dus uit hele kleine punten ontstaat. Ja, die is niet recht. Hè? Hij lijkt recht, maar het is nee, helemaal gekarteld. Hij loopt rond en hij is gekarteld. En dan kan ik dus, als ik zo dat wiegijzer, want ik kan zo wiegen, dan krijg ik een spoor van puntjes. Ja. En ik kan dat zo wiegen en ik kan het zo wiegen. Zodat het als het ware donker genoeg is. Zo donker als dit. Dat wiegen, dat betekent dus eigenlijk dat je op en neer gaat, rollend als het ware over het metaal. Ja, zoals ze vroeger eigenlijk ook wel deden als ze de inkt wilden laten opdrogen. Maar in ieder geval, dat geeft een spoor van puntjes. En als je dat diagonaal en recht van boven naar beneden en van beneden naar boven doet, dan krijg je dus een totaal grijsachtig puntachtige structuur. Als je die puntachtige structuur hebt, dan zou dus de afdruk van zo'n plaatje zou heel diep donker zijn. Daarom heet het zwarte kunst. Omdat het de manier is om de beste manier om het heel donker te laten maken. Heeft dus niks met magie te maken of zo. Maar toch wel een beetje voor mij met magie. Met een soort magie. Een soort
Nee, magie. Een soort... Oh, magie. Oh toch? Ja, diepe magie. Sorry, even weg. Het heeft wel iets magisch vanwege die zachte overgang van licht naar donker. Waardoor het eigenlijk een soort magische uitstraling heeft. Ja.